Almere City start vrijdagavond vermoedelijk met dezelfde basisopstelling als die van afgelopen vrijdag, toen er met 1-1 gelijk werd gespeeld bij hekkensluiter Telstar. Almere City staat momenteel op een teleurstellende 12e plek in de keukenkampioendivisie, met 8 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. Ook de tegenstander van vrijdagavond, Jong Ajax, moet dit seizoen nog zijn draai vinden. De ploeg van Johnny Heitinga vinden we terug op plek 14, met 6 punten uit evenveel gespeelde wedstrijden. Almere City-trainer Gert-Jan Verbeek weet wat hij kan verwachten van de Amsterdamse belofte. Maar de speelstijl is wel duidelijk. Ze willen graag de bal hebben. Ze willen vanuit de combinatie komen tot kansen. En ze hebben natuurlijk een geweldig technisch niveau. Een hoogstaand technisch niveau. Dus wel zullen dingen moeten compenseren. En daar hebben we op getraind. Centrale verdediger Daniel Bredijk bewaart mooie herinneringen aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong Ajax van vorig seizoen. Toen hij zowel Brobbey als Traoré van het scoren afhield. Ook voor Bredijk heeft Jong Ajax geen geheimen. Ja, van Jong Ajax kan je verwachten dat het balvaardige jongens zijn. Jonge jongens die heel graag aan de bal willen komen en goed kunnen draaien. Voor ons zaak om veel in duel te komen en in ook onder andere omschakeling ligt er voor ons veel ruimte. En daarin moeten wij gaan prikken en kansen gaan creëren. Ja, is het een ploeg die jullie ligt? Ja, vorig jaar hebben we het natuurlijk tegen de belofte elftal heel goed gedaan. Dit seizoen nog wat minder. Maar ik denk dat we morgen een goede kans maken om de wedstrijd te winnen. Voor Jong Ajax wordt het de tweede wedstrijd in deze week nadat het afgelopen maandag op eigen veld met 6-3 te sterk was voor NAC. Trainer Gert-Jan van Beek zag die wedstrijd in Amsterdam. Ik denk dat wij anders voetballen dan NAC. Ik denk ook dat het een goede les voor ons is geweest dat je het op een andere manier moet doen en kan doen. En je moet ook er meer uitgaan van jezelf. Dus dat is geen commentaar op NAC. Maar die gaven wel heel veel ruimte weg. En ja, daar wist Ajax goed gebruik van te maken. En dat moeten wij dus zien te voorkomen. Almere City speelde dus afgelopen vrijdag met 1-1 gelijk bij Telstar. Maar had volgens verdediger Daniel Bredijk misschien wel meer verdiend. Kijk, we hadden daar heel graag willen winnen. Ik denk dat we ook in de eindfase hadden kunnen winnen. Helaas net niet goed genoeg aan de bal geweest om echt door te kunnen drukken. Maar wat wel zo is, dat het de afgelopen weken wel stabieler is. Ook in verdedigend opzicht. We geven minder weg. En dat moeten we wel weten vasthouden. Ja, je moet eigenlijk wel winnen, hè? Om niet verder achterop te raken. Je staat 12e. Het is een belangrijke wedstrijd. Je kan ook zomaar die jump maken naar de subtop. Ja, dat kon vorige week ook natuurlijk. Dus daar zijn we ons bewust van. En die jump willen we graag maken. We zijn in ontwikkeling. Ik vind wel dat er steeds meer stabiliteit komt, defensief gezien. Ja, dus dat we steeds meer begrip krijgen. Of het al voldoende is om het surplus aan technische kwaliteiten bij Ajax af te stoppen. En de wedstrijd alles toe te trekken. Ja, dat zullen we zien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is wel zo dat ik zei al, er komt wel weer meer consistentie, meer begrip. En er wordt volop gediscussieerd over dingen die we willen, het plan wat we met elkaar hebben. En dat is een goede zaak.